Al sinds ik mijn vriend Tim ken, weet ik dat gangmakers zijn meest favoriete koeken ooit zijn. Ik moest ze vroeger altijd halen in de supermarkt. Het leek mij dus wel een keertje leuk om deze heerlijke met jam gevulde, nou, chocoladeachtige koeken zelf te maken. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Het maken van gangmakers doen we in 3 stappen eigenlijk. En we beginnen met het maken van het harde wenerdeeg. Dat vormt de basis van onze gangmakers. En daarvoor zijn dit de ingrediënten die ik ga gebruiken. Het zijn er maar heel erg weinig. Ik ga het deeg kneden met mijn keukenmachine, want dat is wel gewoon het allermakkelijkst. Zorg ervoor dat je boter koud is. Ik pak er even een mesje bij. Even wat dingen aan de kant. Ik snij de boter even in ietsjes fijnere stukken, zodat de machine het wat makkelijker kan malen zometeen. Mag de boter erin. Daarbij gaat de bastardsuiker, witte bastardsuiker. En dit laat ik eventjes een beetje mengen. Als de boter en de suiker een beetje romig zijn geworden, mag het eitje erbij. Oeps. Die laat ik weer even meeknoppen. Eigenlijk net zo lang totdat het ei goed is opgenomen. En als je merkt dat het ei een beetje is opgenomen, dan doe je in etappes. Voorzichtig, terwijl de machine klopt. De bloem erbij. Ik haal een millimeter bloem in de kom achter, zodat ik dat zo meteen op het aardig kan strooien en het deeg nog heel even iets kan doorkneden. Snufje zout in de kom. En dan laat je de ingrediënten even goed mengen. Dat is echt zo gedaan. Strooi alvast de bloem op het aardig. Heel zacht deeg. Echt heerlijk om te kneden. Dat haal je nu uit de kom. Kneden we dit nog even een keertje met de hand door. Zodat we ook dat restantje bloem door het deeg heen kunnen kneden. Je kunt al zien hoe mooi zacht dit deeg is geworden. Pak heel even een stuk plastic folie erbij. Dan leg ik die plastic folie even op mijn aanrecht. Daar leg ik het koekdeeg in. En dat sla ik ietsjes plat. En dan wordt het namelijk wat steviger in de koelkast. Dan vouwen we het plastic folie helemaal dicht. En dan mag ons wenerdeeg ongeveer een uurtje de koelkast in, zodat het weer wat steviger kan worden. Ons harde wenerdeeg ligt inmiddels alweer eventjes in de koelkast. En daarom gaan we nu verder met het maken van de rest van het beslag. En dat doe ik eigenlijk een beetje op basis van een soort cakebeslag. Ik heb hier weer mijn keukenmachine staan. Daarin doe ik zachte boter. En daar voeg ik kristalsuiker en een beetje vanillesuiker aan toe. En dit laat ik door de machine even lekker romig kloppen. De suiker en de boter eventjes zijn opgeklopt, voeg ik daar één voor één de eieren aan toe. En ik wacht even met het toevoegen van het volgende ei totdat de vorige helemaal is opgenomen. Als je alle eieren hebt toegevoegd, mag er een snufje zout bij. En vervolgens voeg ik ook de bloem toe. Normaal gesproken zou ik zelf rijzend bakmeel gebruiken of bloem met bakpoeder. Maar je wil nu natuurlijk niet dat het echt een hele luchtige cake gaat worden. Dus de bakpoeder laat ik nu achterwege en ik gebruik normale bloem. Laten we de machine even draaien totdat het een heel mooi egaal cakebeslag is geworden. En dan gaan we verder met het maken van de gangmakers. Ik haal het harde wenerdeeg zojuist uit de koelkast en het is inderdaad mooi hard geworden. Flink hard ook. Ik heb mijn aanrecht een beetje bebloemd. En dat harde wenerdeeg ga ik even een keertje doorkneden, zodat het weer ietsje zachter kan worden. Want anders is het gewoon echt niet uit te rollen. En gelukkig is het warm buiten en heb ik warme handen. En is dit dus wel te doen. Dat harde wenerdeeg rol ik nu met behulp van mijn deegroller uit tot een plak van ongeveer 1 à 2 mm dik. Dan steek ik met behulp van een koekjesuitsteker cirkeltjes uit het deeg. Die ongeveer ietsjes groter zijn dan de bodem van een muffinvorm. Het overtollige deeg haal ik rondom de cirkels weg. Dat deeg kun je zo meteen gewoon nog een keertje uitrollen en daar nog een keertje cirkeltjes uitsteken. De cirkeltjes die ik zojuist heb uitgesneden, die ga ik in mijn muffinvorm stoppen. Daar heb ik eigenlijk bijna geen plek meer voor. Maar wat je wil doen,
is ervoor zorgen dat die rondjes op de bodem van de muffinvorm komen te liggen. En die muffinvorm heb ik natuurlijk heel goed ingevet. Dus je wil wel dat die gangmakers strakjes netjes uit de muffinvorm gaan komen. Het hoeft niet heel netjes dit hoor. Het is echt niet de bedoeling dat je echt het perfecte cirkeltje op het perfecte plekje hebt liggen. Is ook prima als je ze een beetje scheurt. Dat maakt allemaal niet uit. Duw ze gewoon ietsjes in de bodem van je muffinvorm. Zorg er puur voor dat dit de bodem van de gangmakers gaat zijn. En een soort opvangertje voor de jam die we zo meteen erin gaan doen. Volgende stap is natuurlijk jam toevoegen. Want gangmakers zijn gevuld met jam. En eigenlijk gebruik je, als je het helemaal goed doet, frambozen of aardbeienjam. Maar die had ik niet in huis. Ik had wel kersenjam in huis. Dus die ga ik lekker gebruiken. Ik heb hier een theelepel. En ik neem eigenlijk elke keer een theelepel van die jam en die probeer ik in het midden van het harde wenerdeeg te leggen. Probeer niet naar de zijkanten te duwen of iets dergelijks, want daar komt zo meteen dat cakebeslag wat we zojuist hebben gemaakt. En het is echt de bedoeling dat die gangmakers gevuld worden met de jam. Dus gebruik ongeveer een theelepel per koek. Ik vind het wel lekker als je die jam wel echt een beetje kan proeven. En dan is het natuurlijk tijd voor je allerlaatste stap. En dat is het toevoegen van het cakebeslag. Ik heb hier een beetje cakebeslag. En dat probeer ik in eerste instantie een beetje om die jam heen te draperen. Om ervoor te zorgen dat dat dus echt als vulling blijft en niet naar de zijkanten gaat. Schep gewoon voorzichtig dat koekdeeg over de jam en het harde wenerdeeg in de muffinvorm. Ik wil niet dat die gangmakers heel erg omhoog gaan komen en ik wil ook eigenlijk dat ze glad zijn van de bovenkant. Dus ik heb hier een schaaltje met een beetje water. Daar dip ik elke keer mijn vinger in. En eventuele hobbels en bobbels aan de bovenkant van het cakebeslag, die duw ik zo een beetje plat. Zodat die cakejes zo meteen lekker plat uit de oven komen. En dan zijn ze klaar voor de oven. Ik wil niet dat deze cakejes straks omhoog gaan komen en dat het echt cupcakejes worden, zeg maar. Dus ik heb de oventemperatuur niet al te hoog gezet. 160 graden om precies te zijn. En daarin schuif ik deze muffinvorm nu zo'n 15 tot 20 minuten. Totdat de cakejes helemaal gaar zijn en een beetje bruin zijn gekleurd. Alright, ik heb mijn gangmakers uit de oven gehaald en ze helemaal af laten koelen. Dus ze zijn nu mooi koud, niet meer zo heet als toen ze uit de oven kwamen. En het enige wat ik nu nog hoef te doen is ze te dippen in de chocolade. Ik gebruik vandaag melkchocolade. Volgens mij worden normale gangmakers gemaakt met pure chocola. Maar ik ben zelf meer fan van melkchocolade en ik weet dat Tim dat ook is. Vandaar melkchocolade. Wat ik doe, ik pak een gangmakertje, dus eigenlijk nog een cakeje. En die dip ik gewoon met de bovenkant in de gesmolten chocolade. Laat ik hem even ietsjes uitdrippen. En dan draai ik hem om. En dan zet ik hem voorzichtig terug op mijn taartrooster. Zodat die chocolade weer wat steviger kan worden. Mocht het nou heel warm zijn buiten. Dan kun je zometeen deze gangmakers ook wel heel even in de koelkast zetten. Zodat die chocolade wat sneller opstijft. Maar ik vind altijd wel dat de koek en de cake die erin zit daardoor wat droger wordt. En dat vind ik eigenlijk ook wel zonde. Dus bij voorkeur houden we het gewoon op het aanrecht. Als er een klein beetje chocolade over de randjes heen loopt, vind ik dat niet zo erg. Ze mogen er wel ook echt uitzien als zelfgemaakte gangmakers, vind ik. Woep. Ze zijn in ieder geval wel mooi plat gebleven tijdens het bakken, dus ik ben echt heel tevreden over hoe dit eruit ziet. Ik ben heel benieuwd hoe ze zo smaken. Alright, even laten opstijven en dan gaan we ze proeven. Oké dan. Ik heb hier een gangmaker en ik ben zo benieuwd hoe die smaakt. Ik vind in ieder geval de look super goed gelukt. Dus ik hoop de smaak ook. Dus ik ga maar gewoon een hap nemen. Oh, wacht. Kun je zien? Dat is echt heel erg lekker. Ja, jam. Echt heel erg lekker. Ik vind ze echt heel erg naar de gangmakers uit de supermarkt smaken. Top geluk wat mij betreft. De koek is lekker zacht. Jam proef je heel erg goed en dan de chocolade eroverheen.
ik snap wel waarom Tim het een hele lekkere koek vindt. En ik ben vooral heel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Maar dat gaat hij vanavond vast even proeven. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben aan de hand van deze koeken of wil je andere koeken zien in een video, laat me dat dan zeker even weten, want dan ga ik er graag mee aan de slag. En hoop ik zie ik je dan heel gauw weer. Doei!